keiharde realiteit. Ja. Er is meer duidelijk over het Braziliaanse virus. Ja, wij maken ons ontzettend druk natuurlijk over de Britse mutatie van het coronavirus. Maar er is nu meer duidelijk over de Braziliaanse mutant. Er is namelijk nu bekend geworden dat die 3 keer besmettelijker is dan de oorspronkelijke versie van het virus, zo zou je het kunnen zeggen. De minister van Volksgezondheid, Eduardo Pazuello, die heeft dat bekendgemaakt. Hij benadrukt wel dat de vaccins die er nu zijn ook werken tegen die Braziliaanse versie, maar dat die dus echt veel sneller rondgaat. Het gaat overigens over een mutatie die is opgedoken in de Amazone in Brazilië. Er is ook nog een versie die komt uit de stad Manaus. Dat is dus een andere dan deze. 2 verschillende mutaties. En die Braziliaanse variant die is al eerder in Nederland opgedoken. En deze week werd ook bekend dat hij voor het eerst is vastgesteld bij iemand die echt geen band heeft met Brazilië. Ja, zorgelijk dus wel als je bedenkt dat dat dus veel besmettelijker is dan de versie die we al hadden. Ja. Ja, we proberen er allemaal niet moedeloos van te raken. Maar als je dit dan weer hoort, 3 keer besmettelijker. Dan... Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk allemaal enorm genoeg van corona. En van alles wat het met onze samenleving doet. Dit bericht is natuurlijk echt zorgelijk. Tegelijkertijd moeten we volgens mij ook even met een beetje beleid mee omgaan. Gewoon ook onze eigen experts daar eerst naar laten kijken. En als ik het goed begrepen heb, net even tijdens de pauze... Want u zegt dat zou misschien nog anders kunnen zijn. Dat kan ik helemaal niet beoordelen. Nee. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat er tegenwoordig allerlei varianten zijn. Een jaar geleden dachten we, er is 1 virus. En nu weten we, er zijn eigenlijk allerlei vertakkingen van dat virus. Waarbij het natuurlijk heel erg belangrijk is dat dat vaccin straks tegen die varianten werkt. Want anders ben je pas echt in de aap gelogeerd. Precies. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad het geval is. Dan